Ik heb designer schoenen aan en de H&M broek en een COS shirt en een vintage tas. Dat is de realiteit van mode, van ons kleding. Maar waarom profileren merken zich dan nog steeds als een soort eenzijdig ding? Dat alles door een Nike moet zijn of Prada. Zo werkt het gewoon niet in de kleding. Dus ik kom niet bij ons aankleden. En met dat idee ben ik eigenlijk verder gegaan en heb ik merk benaderd. Ja, dit is de realiteit. Wat vinden jullie daarvan? Ik vond het niet zo leuk. Maar ja, toch dacht ik, ja, ik wil er dingen over maken en bezig zijn. En toen waren er een aantal brands die zeiden: oké, we hebben hier samples, ga er maar mee aan de slag. En ik zei: ja, dat doe ik, maar ik weet wel dat ik het ga combineren met andere merken. Dus dan krijg je samples van Lee gecombineerd met Levi's, met Bonesuits. Wat betekent dat? Hoe werkt dat? Nou, en hier in de ruimte zie je, dit zijn foto's van mijn werk 11x17 sweaters, waar ik allemaal verschillende crewneck sweaters heb gebruikt van verschillende merken die door elkaar hebben gemixt. Dus ja, het wordt een soort van hybride dingen. Het is niet meer één merk, het is ook niet een Elisa Periode. Wat is het dan eigenlijk? En dat vind ik juist een interessant gegeven van wat zijn die spullen eigenlijk die we hebben. Met dat idee ben ik ook naar Nike toe gegaan. Duizenden e-mails, nee, kan niet, kan wel, nee, moet je toch bij die zijn. Toen bij Converse, oh, die zijn ja, hey, Converse is onderdeel van Nike, interessant, weer terug naar Nike. Ja, maar Converse zegt ja, oké. Okay. Nou, door al die e-mailconversaties en praten met die mensen heb ik sneakers gekregen en ben ik die binnenste buiten gaan keren. Dus dit is, nou, eigenlijk heb ik het niet ontworpen, want dit bestaat gewoon al. De zinschoenen van binnenste buiten zinschoenen er zo uit. En wat mooi is dat deze serie, eigenlijk die SB-stickers, is dat je heel duidelijk die stiknaden ziet van de fabrieksmedewerkers die dat in elkaar hebben gestikt. En het lijkt heel crafty eruit te zien. Het is ook een soort craft om het in elkaar te stikken.